Hallo iedereen, ik hoop dat jullie het goed stellen. Wel, ik ben net klaar met werken. Ik ben pas begonnen. Het is vrijdag. Het is altijd een beetje moeilijk om in gang te geraken. Maar ik doe dat dan ook heel kalmpjes op mijn gemak. Nu, ik ben heel blij dat ik ondertussen toch een tamelijk grote aanvraag heb gekregen van een Nederlandstalige persoon die graag dus zijn CELOR-test wil, voor zijn test CELOR wil slagen. Dat is een brandweerman uit Brussel, denk ik. En die wil dus graag bewijzen dat hij goed Frans spreekt. Ik heb al een klein gesprek met hem gehad en ik ga dus zijn dossier bekijken. En ik ga dat posten in een video. Eventueel als jullie daar ook iets mee kunnen doen. Dat ga ik dus zeker doen. Ondertussen lezen we het boek verder. Het boek dus, Derrière la haine. Dus je weet het, zolang er minimum 10 lezers zijn, doen we verder. Als er minder zijn dan 10, dan stoppen we met het boek en eventueel een ander. Maar vergeet dus niet dat jullie altijd op mij mogen rekenen. Ja, je ziet dus dat ik mijn fantastische zonnebril aan heb. Hij is een beetje groot. En waarom is mijn bril zo groot? Wel, dat is omdat ik, als ik met mijn elektrische fiets rijd, dat ik dan niet te veel wind in mijn ogen krijg, want dan beginnen die te tranen. Ja, en dus, de zon is teruggekomen in België, net nu ik terug ga werken. Het is echt wel warm, maar dat is ook fijn. Hè? Dan kan ik na mijn werk even op een terrasje gaan zitten, zoals ik nu doe. Ik ben thuis, ik zit op mijn terras. Dus dat is ook leuk. Maar in elk geval, we blijven ons werk verder doen. En ik hoop dat ik meer aanvragen krijg van de Nederlandstalige kant. Hoop ik. In elk geval, ik wens jullie een heel fijn weekend. Tot heel gauw. Dag!